elke week is het voor mij ook weer een verrassing wat mensen met het getal 50 hebben. Want we zitten natuurlijk in het programma Rudy is bijna 50. 50% korting en meer bij Rudy van der Zanden in de Rijnstraat. Dat is namelijk de naamgever van dit programma. Het is niet zo dat Rudy zelf 50 wordt, maar de winkel, de keten Rudy van der Zanden is bijna 50. En nou, ik ben hier op nummer 30. Het heeft op zich gewoon niks met nummer 50, met een nummer 50 te maken, maar wel met het getal 50. Want achter het deurtje, als het goed is, en ik ben goed ingelicht, hebben we Ineke en Tineke. Ineke en Tineke. Die zijn 50 jaar vriendinnen van elkaar. We hebben het doorgekregen van iemand. En die zegt van, ga nou eens naar Ineke en Tineke. Die zijn keigezellig. En laat die vrouwke nou eens even praten. En stuur ze even uit eten. Want als ze aan het eten zijn, staat mondje even stil. Dat vind ik natuurlijk een hartstikke leuk iets. Dus we gaan aanbellen. Ik zie ze al om het hoekje blikken, gluren. Oh, die zijn me toch nieuwsgierig. We bellen aan, Ineke en Tineke. En ik weet dat ik Tineke niet zo mag noemen, het is gewoon Tini. Hallo. Ineke en Tineke. Jij bent Tineke, maar ik mag je geen Tineke noemen, denk ik. Tini, zeg maar Tini. Tini. Ja, dat is altijd goed. Je bent 50 jaar vriendin met Ineke. Ja, dat klopt. Een tijd. Heel lang. Waren we nog erg jong. Ja, nou ben ik heel oud. Ja, heel oud. Ja, ik zie het aan de telefoon. Het is wel op een heel ouderwetse manier om te telefoneren. Hoor. Dat is uit de tijd van de dikke en de nunne. Ja, dat klopt. Mogen we even, dat is wel heel leuk. Mogen toch? We even binnenkomen? Ja, zeker. Nou. Kom maar binnen. Kom maar binnen met je knecht. Ze zit foto's te kijken. Leuke herinneringen op te doen. Maar volgens mij wordt er genoeg oude hoed hier als die kerels aan het werk zijn of weg zijn. Hallo. Hallo. Wat mooie foto. Mooi, hè? Kijk. Zijn jullie daar? Ja. Toen waren we heel herkenbaar dit. In 1964 ben ik geboren. Ja? Oh, kijk eens aan. Hebben die kerels van jullie geluk bij, want als ik jullie zo had zien lopen, hadden ze geen schijn van kans gemaakt. Ah. Dat valt nog te bezien. Oké. Kijk. Oh, leuk, hè? Ja, we gaan die foto's daar even mooi van dichtbij bekijken. Maar ik kan eigenlijk heel moeilijk praten zonder bakje koffie. Dat lukt mij. Dat is zo moeilijk. Nou, dan zit ze toch. We hebben er ook bolletjes bij. Dus. Ja, de bolletjes bij? Een bolletje van Nolleke. Klaar, bolletje. Ineke en Tineke. Ik moet Tini zeggen, maar laat me nou voor Ineke en Tineke zeggen. Vroeger had ik begrepen, het noemden jullie jezelf heel anders, hè? Ja. Inge. Wat was jouw naam? Inge. Inge. Ja, dan maakte zij er wel. Inge. Dus Ineke was Inge vroeger. Ja. En ik Tilly. Tilly? Ja. Maar dat vind ik niet zo heel veel. Dat vond ik helemaal niet leuk. Ja, dat vind ik ook niet leuk. Dus voor mij bleef er gewoon Tini. Tini. Dus geen. Ja, en nou ben ik Ineke en Tineke. Ja. En jullie zijn 50 jaar vriendin. Ja. Karel, ja. Van tijd, zeg. Ja. Lief en leed samen. Ja, is echt lief en leed, ja? Ja. Echt lief en leed gedeeld, ja. Ja, klopt. Vroeger vrijers nog gedeeld? Nee, niet echt. Nee. Niks van elkaar afgestolen? Nee, dat hebben we niet gedaan. We gingen wel samen dansen. Ja. Waar bij de Cosmopoliet? In Deuteren. In Deuteren? Ja. Wat was er in Deuteren dan? Achter de kerk. Dus, nee, van de Elzenstraat. Ja, en in de Abelestraat. Ja. En ook in het park hadden ze ook zo'n ja. Waar ze altijd iedere was dan. Hoe oud waren jullie toen? 16. Maar toen waren jullie al vriendinnen, dus als ik er nou 50 jaar bij optel. Ja, 16. En toen zijn we met elkaar op vakantie gegaan. En, ook als we 17 werden. Ja, waar waren we toen? Naar Zandvoort. Ik was ook nog 16, ja. 16 en ik werd 17 in de vakantie. Dus, samen een tentje? Ja, een tentje, zelf gemaakt. Moeder had zelf een tentje gemaakt. Maar de laatste... Hè? We zaten op meisjeskamp. Dat is balen. Nou, die jongens stonden boven. Ja. Die stonden op het jongenskamp. En toen kwamen net die disco's in, dus dat was echt, hè? Een vakantie. Echt leuk, te vergeten. Echt, heel leuk. Leuke dingen. En jullie hebben elkaar leren kennen, doeken ze gok. Of op school of op het werk? Op het werk. Op het werk? Ja, op het werk. Waar? Op de NC. Ik had een vriendin die. Ik zat op dansles en dan had ik ook een vriendin. En die werkte op de NC. En toen kwam ik ook op de NC werken. En toen was Tini ook met haar vriendin. Dus toen zijn we zo met z'n drieën een hele tijd geweest. Hè? Ja. En op de NC, op het confectieatelier? Ja.
Wij zijn de meisjes van Confectie Atelier. De modinettes, ja. Ja, dat is een heel aparte tijd. Want veel Bossenaren hebben gewerkt bij de Ensie, hè? Heel veel. Of ze werkten bij de Kruithoorn, of bij de Remington, of bij de Ensie. Ja. Maar van de V&D was er toch ook Bracona? Bracona, ja. Veel. Ja. En wie van jullie twee is het eerst ontslagen bij de Ensie? Ik ben het eerste weggegaan. Wat ben je toen gaan doen? Ik ben niet ontslagen. Ik ben toen naar de CNA gegaan. Oké. Ja. Oh ja. Ja. En jij? Ik ben kamermeisje geworden toen. Kamermeisje? Zo vertel. Bij Hotel Mulder op de Markt. Want toen hoefde ik maar halve dagen te werken. Oh, ik heb soep dus. En zij moest het hele dag. En geen tijd om te gaan winkelen. Ja, nee. Nee. Maar nou wel, hè? Jullie hebben tijd genoeg. Ja, ik vind trouwens, dit is een 2,5 zitsbank. Ja, zo slecht doen wij dat nog. Het is een 2 zitsbank. Zo snel slecht doen wij dat niet, hè? Hetzelfde gaat Helen en Nick. Ik kont op deze leeftijd, maar dat valt mee, toch? Dat kan ook nog, ja. Dat had gekund. Dat zit in de genen, hè? Hey, waar halen jullie het plezier nou vandaag de dag uit? Ja, we doen alleen maar gezellige dingen. Ja, jullie noemden het net al, het Groot Oetendonks Koor. Dat vinden we hartstikke gezellig. Ja. En betekent dat ook dat het alleen maar carnavalsachtige liedjes zijn? Nee. Of worden er ook hele... We gaan ook naar het Maritiem. En dan zingen we zeemansliederen. En we gaan voor de carnaval gaan we altijd naar de... Net als naar de... De huizen. Voor de ouderen zingen, zeg maar. Ja, dat is leuk, hè? Dat is heel dankbaar ook, hè? Dat is heel dankbaar, ja. Zonnigaarden gaan we dan. En Grevelingen. Dat doen we het voor, ja. En die mensen vinden het zo gezellig. Zingen ook misschien niet heel hard mee, maar dan zitten de lipjes op en neer gaan. We zingen echt heel hard mee. Ja? Ja, heel leuk is dat, hè? Ja, ik vind ook, er zijn een van de meest dankbare mensen die je kunt hebben, hè? Ja. En dan kun je pas zeggen van, we hebben wij het toch goed, hè? Ja. Ja. Nou, hebben die mensen het ook niet slecht, zeker bij de Grevelingen, want daar is het 90 plus. Als je ziek bent dan... Ja, daar is iets heel anders, hè? Nee. Als je maar gezond oud wordt, dan is het goed, hè? Ja, maar dat is Mariaoord, dat vinden wij nooit. Als we daar vandaan komen, dan denken we nou... Zijn we blij dat we gezond zijn, of niet? Ja, ik denk ook dat heel belangrijk is. Ja. Want jullie vertellen het nou, we hebben lief en leed gedeeld. Nou, dat lief, daar wil ik nog heel even op doorgaan. Want jullie doen eigenlijk nog meer dan alleen maar zingen samen. Ja. Want je gaat ook op vakantie. En ik heb in de wandelgang begrepen dat jullie een clubje hebben. Ik weet niet of ik het goed aanspreek, maar jullie hebben een reisvereniging van vier stellen. Ja. Dus 8 mensen en die heet de Gerde van de Kiet Club. Ja. De Ger van de Kiet Club. Ja. Wie heeft er nou bedacht? Een nichtje. Een nichtje van haar. Dus en die zit ook in die... Ja. Op het koor. En die zit ook bij ons in het clubje dan. Dan zeg de Ger van de Kiet Club. Dat is de verste reis die jullie hebben gemaakt. Naar Praag en naar Berlijn. Ja. Dan gaan we allemaal weekendjes weg. En dat klikt allemaal goed. Want meestal is zo, als je samen vakantie gaat, dan gaat allemaal dingen van elkaar zien. Nee. Dat is niet. Laten wij je in uw waarde. Ja. En dan naar Rijn, hè? Daar reis je langs de Rijn, hebben we ook al gedaan. Dus wij doen allemaal van die soort dingen. Ja. Dat ook, ja, heerlijk. Ja, dat hoort erbij, hè? Dat hoort erbij. Ja, dat hoort er zeker bij. Ja. God, en dan ook naar dansavond, hè? Ja. Naar de Cederstaars. We zijn fijn club. Ja, van de Cederstaars. Hebben die vroeger ook niet gerepeteerd in de Ensie? Het was allemaal vlakbij, hè? Het was Cederstraat was aan de overkant. Cederstraat was erbij, maar ik ken de Cederstraat daar niet zo van. Zijn jullie ook mee geweest op die reis naar Spanje? Daar zijn we ook naartoe geweest. Met Jopie Lans, Zak hem dans. Joop, ja. Dat is een snor. DVD van de... En nog een DVD? Ja, ook. Oh, leuk. Geeft hij maar mee, dan laten we straks een stukje zien. We hebben dit. Dat hebben we van... We hebben een nieuwe. Ja, we hebben een nieuwe. En we hebben er een van vorig jaar. Ja. Oh, nou. Ik kom hem terugbrengen. Dus we gaan de Cederstraars live aan de Costa. Aan de Costa Brava. Ja, leuk, hè? Nou, dan gaan we even... Daar staan we allemaal op. Maar mijn schoonzusje is er ook bij met de man. Er zijn veel mensen mee geweest, hè? Heel veel, ja. Over de 100. Ja. En het was net of we in een concert waren. Zo gezellig. Ja, en ik heb ook laten vertellen dat jullie dan de hoolieboolie gaan dansen. Ja. De hoolieboolie. Dat staat er ook op, denk ik. Ja, dan moet er dan onder het poortje. Ja, dat staat er ook op. Ja, dat doen ze ook, ja.
Jullie lijken wel kindjes, dat deden wij vroeger al toen we klein waren. Nee, maar dat is leuk, ik vind dat mooi, tuurlijk. We doen heel veel dansen dan, hè? Ja, alleen maar, denk ik. Ja, echt gezellig. Iedereen die geniet dan zo van die, als ze dan zeggen, ah, de Cederstars. Ik zeg maar, als we dan met elkaar zijn, dat is hartstikke leuk. Ja, dat is helemaal lolheid. Nou, eventjes op het momentje aankomen van je lief en leed. Nou, kom toch even op de stukje leed. Wij is leed voor jullie geweest? Ja, als de mensen wegvallen en zo. Ja, dan... Ja, want jullie hebben elkaars ouders natuurlijk allemaal heel goed gekend, hè? Ja, en dan steunen we elkaar, hè? In dik en dun, hè? Ja. Ja, zo, samen lachen, samen huilen, punt. Dat klopt. Wat er ook gebeurt. Dat klopt, ja. Ja, ik zei het net in de gang al bij die telefoon. Ik zeg, die zit daar uit de tijd van de dikken en de dunne. Maar het komt toch weer terug. Jullie steunen elkaar door dik en dun. Ja. Als je dan spulletjes krijgt van thuis uit, nou, dat waardeer je dan wel. Want die doe ik echt niet weg. Nee, dat snap ik. Hartstikke leuk. En jullie zijn allebei nog hartstikke gelukkig getrouwd? Ja, heel gelukkig. Of is zij gelukkig en jij getrouwd? Nee, we zijn allebei gelukkig. Ja. Nou, hartstikke goed. En nee, ik zie wat foto's aan de muur hangen. De kinderen zijn ook meegegroeid in jullie vriendschap? Ja. Die zijn bevriend met elkaar en zo. Dus. Ja, en de mannen ook, hè? Die hebben vroeger bij BVV gespeeld. Ja, op de elftal. En toen waren we in verwachting dan van de oudste. Ja. En die zijn nog 40, nou. Dus. De tijd gaat snel, hè? Hé, hey, luister eens. Ik vind toch dat ik even iets leuks moet doen. Want jullie weten dat we met een etentje iets gaan doen. En toen had ik gezegd, nou, met z'n vieren gaan jullie lekker... Jullie mannen en plus twee. Maar als we nou gewoon de rest ook eens even van de Kiet afhalen. De Gerde van de Kiet Club. Gewoon de heel die reis. De Gerde van de Kiet Club. Dat is wel leuk. Dat ze leuk vinden. Nou, dan gaan jullie gewoon met de Gerde. Dan blijf er maar eventjes gewoon een avondje van... Er zijn wel 8 personen. Met jullie erbij? Ja. Ja, en? We zijn met 8. Rudy betaalt. Ik niet. Dan graag. Ja, Rudy. Bloeien zolder. Ik denk dat je daar wel een heel groot plezier mee doet. Ja, nou, ik vind het altijd leuk om mensen... Ik mag het weggeven gewoon. En hij zegt wel eens van... Moet je een beetje rustig aan, hè, jongens, met uw vouchers. Ik zeg, Rudy, waar zijn vouchers? Ja. Dus ik heb ze hier in mijn kontzak zitten. Ik heb een heel pak. Oh. Ik voel me eigenlijk net Dagobert Duck. Ja. Hey. Ja. Jullie gaan gewoon lekker met z'n achten bij de Druif. Eetcafé de Druif op de markt. Gaan jullie lekker met z'n achten even een avondje van de Kiet? Zo, nou, daar maken we er weer een gezellige avond van. Ja, nou, etentje van ons. Borreltjes moeten zelf betalen, want ik ben bang dat de rekening wel zo hoog oploopt. Ik ben bang van wel. Maar ja, goed, lekker een gezellige avond. Zo is het, dat doen we. En maak er een mooi onderwerp van, het maakt niet uit. Geniet ervan. En wat heel belangrijk is, 50 jaar vriendschap. Ja, dat is... Ja, dat is nu goud, maar zorg even in ieder geval dat het tenminste briljant gaat worden. En dan gaat het echt blijven, hè? Ja, dat is het. En als je het echt lang volhoudt, weet je hoe je dat dan noemt? Eik. Ja, iemand die 80 jaar getrouwd is een eiken bruiloft. Eiken bruiloft, zo. Ja, dan ben je echt zo oud als... Maar dan ben je allebei rond de 6,97. Ja, dat denk ik ook wel. Dat is wel heel erg oud, hè? Mijn moeder is 95 geworden, dus... Ja. Moet lukken. Het moet lukken. Ik wens jullie, gaan we bosse bol opeten. Als u thuis ook iemand heeft die in aanmerking komt met het getal 50, bedenk dat. 50 jaar getrouwd, 50 jaar vriendinnen. Ik woon op nummer 50, is niet genoeg, maar er moet natuurlijk wel een mooi verhaal achter dat nummertje 50 zitten. Het maakt niet uit, het getal 50 staat centraal, want Rudy wordt bijna 50 in de Rijnstraat. 50% kortingen op de nimboedel, zal ik maar zeggen. Op de meubels en op de stoffering, ga ik een keer kijken. Wij gaan aan de bosse bol. En ik eet er eentje en geen 50. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe. Veel plezier jullie, hè? Ja, dankjewel, hè. We're all going on a summer holiday. No more working for a week or two. Fun and laughter on a summer holiday. No more worries for me or you. For a week or two, we're going where the sun shines brightly. We're going where the sea is blue. We've seen it in the movies. Now let's see if it's true. Everybody has a summer holiday, doing things they always wanted to. So we're going on a summer holiday to make our dreams come true.